Van harte welkom bij de eerste aflevering van FCM en TV in 2015. Met vandaag Boy Deul over zijn avontuur in Suriname. Algemeen directeur Wim Beekman over FCM en 2015-2020. En is Frank Olijven de nieuwe deelnemer in FCM en TV? Laat je trap. Sinds de winterstop kent de selectie van FCM een international. Boy Deul werd geselecteerd voor het Surinaamse elftal, ondanks dat hij alleen een Nederlands paspoort heeft. Hoe zit dat nu precies? Er werd een brief gestuurd hier naar FCM, omdat ze bezig waren met een project om Suriname naar het WK 2018 te brengen. En ja, er zijn heel veel jongens hier in Nederland met een Nederlands paspoort en die geen Surinaams paspoort hebben en die ook heel graag voor Suriname willen uitkomen. En zodoende heb ik een brief gekregen of ik voor Suriname wil spelen. En voor trainer Joop Gal was het geen probleem dat Deul in de winterstop voor een interland naar Suriname afreisde. Ja, klopt. Ik heb wel toestemming nodig. Veel jongens van de Eredivisie hebben geen toestemming gekregen omdat ze de club wilden dat ze rust hebben. Maar Joop Gal heeft mij wel die kans gegeven om te gaan en daar ben ik heel blij om. En na aankomst in Suriname komt Deul niet even bij zijn familie op bezoek, want hij werd direct opgehaald. Je komt de airport aan in Suriname. En daar zijn we heel goed ontvangen. En daarna doe je wat interviews en dan ga je gelijk naar het hotel toe. We hebben de eerste twee dagen, drie dagen voor de wedstrijd waren we echt gefocust. En hebben we eigenlijk geen familie gezien. En we waren gewoon zo gefocust op die wedstrijd. Die sfeer en iedereen was gewoon geconcentreerd. Ja. En het was gewoon echt heel mooi te zien. En Deul kreeg direct een basisplaats samen met wat andere spelers die ook in Nederland voetballen. Ik heb Donovan van Snijgaard, Milano Koenders, die weer lekker speelt, Gerardo Snijders, Bep Top Os. Nog een paar spelers die. De wedstrijd werd gespeeld in een uitverkocht André Kampenveen stadion. Ja, Suriname heb je niet echt veel stadions. Je hebt twee stadions waar maar 5000 man in kunnen. Ja. En daar hebben we in gespeeld. Volle stadion. Het hele land leeft mee, dus het was wel vol. En voor de wedstrijd tegen W Connection uit Trinidad en Tobago was Deul best wel gespannen. Nou, gespannen, ja, ik was best gespannen, ja, nerveus natuurlijk. In het begin wist ik niet wat ik moest verwachten. En als je daar dan staat en een volkslied zingt, dan komt die sfeer, die trots. Ik heb het nooit meegemaakt als je voor je land uitkomt en het is echt mooi. Suriname was beter, kreeg ook genoeg kansen, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk in 1-1. Ik moet zeggen, het was een goede wedstrijd, er waren heel veel kansen. Wat ik net zei, ze waren fysiek sterk. Maar als ploeg waren wij gewoon tactisch veel sterker. We hadden eigenlijk, als het had opgeteld, 21 kansen en maak je maar één. We hadden 4-5 kansen en maken er ook één. Dus eigenlijk hadden we met 6-0 moeten winnen, maar jammer genoeg was het niet zo. Nee. Maar het is belangrijk, de mensen waren positief en voetballend hebben we gewoon heel goed gedaan. En uiteindelijk gaat het gewoon om de mensen, dat ze positief zijn. Niet alle in Nederland voetballende Surinaamse spelers kregen toestemming van een club. En die hebben toch wel wat gemist. Ik denk het wel, ze hebben wel wat gemist, ja. Het is toch een stukje historie wat je hier schrijft. En voor mij is het natuurlijk mooi. En verder kan ik er niks over zeggen. En wie weet is Boy Deul en Suriname actief op het WK in 2018? Nee, ik weet wel dat er in juni de kwalificaties zijn. Dus voor juni zou er wat duidelijk moeten zijn of het wel of niet doorgaat. Afwachten. Afwachten, ja. In de winterstop maakte FCM bekend dat het aflopende contract met trainer Joop Gal niet zal worden verlengd. Vandaag blikt algemeen directeur Wim Beekman in FCM TV terug op deze periode. Het bestuur en de directie kwamen gezamenlijk tot deze beslissing. Ja, we hebben bestuur en directie hebben we gekeken naar FCM 2015-2020, dus na volgend seizoen.
En wij zijn van mening dat wij dat technisch anders gaan inrichten. En dat houdt ook in dat we een andere trainer voor de groep gaan zetten. Ja, kun je eens uitleggen wat je gedachten daarbij zijn dan? Of wat de gedachte van de club daarbij is? Ja, kijk, ik denk dat de 3 jaar die Joop hier geweest is, wat in het voetbalvak natuurlijk best een lange periode is. Wij komen uit een situatie waarin met de financiën, de organisatie, waren die rommelde al jaren. We hebben eigenlijk veel, ik gebruik het woordje eigenlijk niet vaak, maar we hebben veel shit opgeruimd van de laatste jaren. Zijn er nog een klein beetje mee bezig, maar dat gaat de goede kant op. En nu is het financiën op een rit, organisatie op een rit. En de volgende stap is dat wij het technisch wat anders in gaan richten. En dat heeft ook gewoon te maken met dat wij 2 jaar geleden voor de jeugd gekozen hebben, 1,5 jaar geleden. En die jeugd, daar zetten we op in. Qua budget trekken we ook veel geld vooruit. En we gaan er nu, is het zover dat we gaan sturen dat er jaarlijks een aantal jongens bij de selectie komen vanuit de jeugd. Dus als je keuze maakt voor de jeugd, houdt ook in dat je technisch wat anders gaat inrichten. Ja, en hoe moet ik dat dan zien? Komen er dan meer trainers bij of misschien trainers die vanuit de jeugd doorschuiven? Hoe zie je dat? Nee, kijk, wat we willen is dat een technische rood-witte draad door de hele club ingaat. Dus van de eetjes tot en met het eerste elftal. Dus we gaan daar ook een technisch gebeuren van maken, waar bijvoorbeeld een technisch coördinator in vertegenwoordigd wordt, waar een hoofdjeugdopleiding in vertegenwoordigd wordt, waar de manager jeugd in vertegenwoordigd wordt, waar de hoofdtrainer in komt, waar de assistent in komt, trainer van de belofte. En in dat comité gaan we de visie ontwikkelen die Emmen nodig heeft 2015-2020. Ja, die krijgt als het ware een heel nieuw technisch hart, moet ik dat zo zien? Ja, zo moet het wel een beetje zien, ja. En kijk, Joop had een geweldig netwerk binnen de voetballerij. En dat heeft hij nog steeds. En daarin heeft hij goed doorgeselecteerd en een knap elftal neergezet. Maar het blijft natuurlijk altijd gevaar, want Joop heeft ook ambitie. Als hij naar een andere club gaat, dat je dat technisch gebeuren, dat het een gat valt. En dat je daar, en daar proberen we nu echt een hart te creëren. Wat voor de club goed is, ook op lange termijn. Met vooral kijken naar de jeugd, daar de revenue de komende jaren van oppakken. Maar FC Emmen heeft nog geen vervanger voor Gal gevonden. Nee, we hebben wel een soort profiel gemaakt. We hebben in de voetballerij melden ook veel trainers zichzelf aan. Dus dat is al een behoorlijke lijst wat zich aangemeld heeft. En we zijn daar op dit moment drukdoende mee. En proberen daar deze maand, half februari, proberen daar duidelijkheid over te geven. Ja, want dat heeft prioriteit, zoals dat dan heet. Nou, de hoogste prioriteit heeft wat ons betreft het continueren van de resultaten met het eerste elftal. En de technische staf die moet dusdanig gefaciliteerd worden dat die ook gewoon goede resultaten kunnen halen in de tweede seizoenshelft. Het bestuur heeft er bewust voor gekozen om de beslissing vroegtijdig aan Gal kenbaar te maken. Kijk, het is ook inherent aan de voetballerij. Als je sociaal wilt zijn, dan geef je in december, januari aan wat je volgend jaar van plan bent. Nou, dat hebben wij gedaan. Ja, je had ook kunnen wachten nog een paar maanden om te kijken hoe het met de resultaten van het eerste elftal ging. Wij denken dat wij een professionele technische staf hebben met André en Joop en Richard. En we verwachten gewoon, ook de spelersgroep zit karakterologisch goed in elkaar. Die gaan gewoon voor een goed resultaat, daar ben ik van overtuigd. Beekman is zich bewust dat het besluit de nodige emoties oproept, maar benadrukt dat het een gezamenlijke beslissing van het bestuur en de directie is geweest. Kijk, we hebben een bestuur van 3 personen, we hebben 1 directielid, dus we zijn met z'n 4. En je realiseert je goed dat het de waan van de dag is. Als je dat nu doet, dat emoties oproept. En dat begrijp ik ook, dat is ook heel logisch. En ik kan het ook wel begrip voorop brengen. Alleen, we moeten als bestuurders en als directie moet je ook naar de lange termijn kijken. Nou, dat hebben we met name gedaan en de keuze voor de jeugd is gemaakt. Dus moet je dat nu ook in beleidsmatig doortrekken naar de toekomst toe. En men kiest dus bewust voor de eigen jeugd. En dat moet ertoe leiden dat er in de toekomst weer eigen kweek in het eerste elftal komt te spelen. Gemiddeld genomen moeten er elk jaar toch 2 spelers uit de jeugd zich bij de selectie kunnen voegen. En dat denk ik aan jongens tussen de 17 en de 19 jaar. Nou, als je dat een beetje vol kunt houden, ja, dan kun je misschien dat de helft van de selectie straks uit voormalige jeugdspelers van FC Emmen bestaat. Ja, dat is natuurlijk goed voor de regiobinding en dat is ook goed voor de club. Dus dat is wel iets waar in het beleid staat van 2015-2020.
Het wordt dit seizoen steeds drukker in de Jensvesting. Niet alleen met publiek, maar ook met sponsoren. En dus wordt de club weer helemaal financieel gezond. Ja, eerst even de wedstrijd Roda. Meer dan 6.000 toeschouwers. Almere, meer dan 5.000. Ajax Blaften, 4.500. Ik moet eerlijk zeggen, bij Roda en bij Almere stond ik even nadat iedereen binnen was, even onder de tribune. Maar ik had toch een kippenvel momentje. Het was toch heel mooi om te zien dat er 5.000-6.000 mensen in het stadion zitten. En dat het enorm leefde. Ja, even los daarvan, hè, want tegen Roda, die wedstrijd verlies je. Je komt 3-0 achter, maar niemand ging weg. Nee, volgens mij nog net niet met applaus van het veld af. Maar dat was heel. Want je speelt voetbal voor de supporters. Dat is het allerbelangrijkste. En, maar goed, je begon over financiën en over sponsoren. Ja, wij hebben een behoorlijke groei meegemaakt in het aantal sponsoren. Ook met het aantal toeschouwers. We zijn de enige eerste divisieclub in Nederland die procentueel het hardst groeit met het aantal toeschouwers. Daar zijn we heel blij mee. Het aantal sponsoren zijn bijna 200 bedrijven die extra zijn ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Daar zijn we ook super trots op. Commerciële afdeling die keihard werkt en die goed functioneert. Dus op dat gebied zijn wij heel tevreden. En dus zijn de schulden uit het verleden bijna verleden tijd. Ja, eind dit seizoen is alles, staat alles recht. En wat er vanuit het verleden nog was, is dan dus volgend jaar hebben we een schoon seizoen. En ook in het nieuwe jaar sluiten we een aflevering van FC Emmen TV af met FC Emmen TV Latjetrap. Alle spelers van FC Emmen krijgen 2 pogingen, 2 keer vanaf 11 meter. 1 punt per keer dat je er laat raakt, 2 keer vanaf 16 meter, 3 punten. En vanaf 18 meter is het 5 punten per keer maximaal te behalen, 18 punten. En in de laatste aflevering van 2014 was het aanvoerder Sander Rosema. Ja, raakt daar net de lat en komt uiteindelijk uit op 5 punten. En dat is ook een 5e positie. Maar bovenaan nog steeds, week na week, Elson Almeida. Ja, het was nog korte broeken weer toen hij de lat raakte en maar liefst 8 punten wist te behalen. En kan hij dan Almeida verslaan? Frank Olijven, de middenvelder van FC Emmen, is 25 jaar oud. Vorig seizoen droeg hij ook al het rood-witte shirt. En ondanks dat hij een lange blessure had, speelde hij toch 24 wedstrijden waarin hij 3 keer wist te scoren. Ja, en Almeida, dat is toch de doelstelling? Ja, klopt. En zijn prijzen worden steeds groter, dus ik hoop dat ik daar wat tegenin kan brengen. Heb jij nog een speciale voorbereiding gehad? Nee. Ik ben natuurlijk een tijdje eruit geweest. Dus ik heb niet heel goed op kunnen trainen, maar ik vertrouw mijn kwaliteit erin. Dus. Maar nu gaan de geruchten dat jij in die tijd alleen maar op latjetrap hebt lopen oefenen. Is dat zo? Ja, dat moest eigenlijk een geheim blijven, maar nu is het toch uit helaas. Hoeveel punten? Hij er 8? Nou, dan ga ik voor de 9. Ja, een bescheiden doelstelling van Frank Olijven. En dat is misschien ook wel logisch, want de omstandigheden zijn guur. Maar kijk eens, de eerste poging direct onderkant lat. Ja, beter kun je niet beginnen. Mooi gestift, beheerst, gedaan. Eerste punt is binnen. Tweede poging van Olijven. Ja, en die lijkt op de eerste poging. Een 100% scoren. 2 punten voor Frank Olijven. Goed gedaan. Dan vanaf 16 meter. Ja, dan zien we dat dit toch veel te hoog is. Misschien ook een beetje gedragen door de wind. Tweede poging. Is wel wat dichterbij, maar niet goed genoeg. En dus blijft Olijven op 2 punten staan. Terwijl Almeida toe zit te kijken. Volgende poging. En, oei, scheelt niet heel veel. En dus weet Almeida dat hij eerste blijft. Hooguit 7 punten, maar ook deze gaat mis. En dus vinden we Frank Olijven terug op een 14e positie. Ja, hij begon goed, maar hij blijft staan op 2 punten. Ja, het begon veelbelovend, maar het was toch niet gelukt helaas. Het zijn dan toch de omstandigheden, heb ik het idee. Hè? Ja, de omstandigheden en ik ben er lang uit geweest, dus dat kan ik mooi soms gebruiken. Ja, daar stond die Almeida ook nog achter je te blaad. Ja, ongelooflijk. Ja, nee, het is wat ik al zei. Hiervoor van de spijzen worden alleen maar groter, dus ik hoop dat er nog iemand die van de troon afstoot. Nou, misschien is dat wel de topscorer van FC Emmen, want Cas Peters is volgende week de deelnemer in FC Emmen TV Latjetrap.
En de korte winterstop voor FC Emmen zit er alweer op, want komende zaterdag 17 januari speelt Emmen in Doetinchem tegen de Graafschap. De wedstrijd begint om 7:45. En in de winterstop speelde Emmen ook een oefenwedstrijd in Rotterdam tegen Feyenoord in een goed gevulde Kuip. Gaf FC Emmen de topper uit de Eredivisie goed partij en verloor het maar nipt met 2-1. En volgende week maandag 19 januari dan zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van FC Emmen TV. Met daarin onder andere dus een terugblik op die wedstrijd tegen de Graafschap. Ik dank u hartelijk voor het kijken en graag tot volgende week.